Frankie 2-2. Mooi voetbalavondje lijkt me zo. Zeker. Ik denk dat er alles in zat. Vechtvoetbal, voetbal, goals, allebei de kanten. Een rode kaart zelfs nog. Opstootjes, noem maar op, alles zat erin. Zeker de tweede helft denk ik dat een hele leuke tweede helft was. De eerste helft vond ik wat minder. Ik denk dat wij de tweede helft dat gedaan wat... Zeker met behulp van het publiek ook, dat moet ik ook zeggen, want die jagen het team toch op. En, zeker na de 1-1 en dan gaat het publiek erachter staan, dan gaan de spelers even uit hun rol en dan komen de verkeerde mensen bij PSV aan de bal en dan ligt hij er ook gelijk weer in. Ja, ik sprak de trainer die zei van ik vond wel een verschil tussen de eerste en de tweede helft. De eerste helft was voor PSV, de tweede helft een stuk feller van jullie kant. Hoe kwam dat? Ja, we hadden de linies wat korter op elkaar, zodat we de makkelijker de tweede bal en dat we in het duel konden komen. Eerst zelfs zetten ze ons goed vast en kwamen de voetballer niet aan te pas. En de ruimte was gewoon veel te groot om het bij te sluiten. Dan zie je als je de linies wat korter op elkaar houdt, de ballen vasthoudt, dan kan je bijsluiten. Ze gaven ons een beetje meer het initiatief en dat hadden ze niet moeten doen. Dus waren het terechte penalties? Nou, wat ik heb begrepen, die van PSV was zeker terecht, volgens mij, zoals ik het kon beoordelen. En die van ons ook, want die werd naar beneden getrokken. Ja, dan is het 1-1. Denk je van, dan ga ik er eens goed voor zitten, publiek erachter. En dan valt eigenlijk direct de 1-2. Ja. Hoe kwam dat? Ja, dat komt omdat we namelijk overenthousiast waren. Mikey en Wilfred gingen gelijk druk zetten. Maar dat was niet georganiseerd. En daardoor kwamen de mensen die bij PSV niet aan de bal mogen komen, die kwamen aan de bal. Ja, die hebben dan altijd weer oplossingen. Ja. En dan is het een kettingreactie. En het staat eigenlijk een beetje voorin. Dan moet je eigenlijk... Ja, even bij elkaar spelen en dan als die goal uitblijft, dan heb je ook nog een gevoel, dat zat gewoon op de bank. Als die goal even uitblijft en we kunnen even 1-1 houden, dan kunnen we misschien ook nog wel winnen ook. Ja, dan wordt het 1-1. Je merkt aan het publiek ook van er zit meer in. Je merkt ook aan jullie er zit meer in. En dan binnen een paar minuten is het 1-2. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar dat zie je vaak, dat je in de flow zit van je wil heel graag en dan vergeet je de basisdingen. Misschien dat het was, maar ik kon de goal niet goed zien, want het ging zo snel. We moeten nog een keer even terugkijken. Daarna hebben we het goed opgepakt en dan maken we toch nog een fantastische goal met Boni. Ja, toch weer Boni. Maar daarvoor ging Theo Jansen met rood naar de kant. Ik kon het niet goed zien. Was hij iets te laat of wat gebeurde daar? Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Ik was volgens mij met Patrick of met Stanley aan het praten. Ik heb het niet gezien, dus ik kan het ook niet beoordelen. Inderdaad, Boni twee keer. Ja, dan merk je toch wel wat een klasbak het is, hè? Ja, Wilfred, het is... Nationaal is dat gewoon... Wat ik vooral van hem bevalt en wat ik heel erg blij mee ben, is namelijk dat... zijn houding. Er zit iets agressiefs in. Dat stemt dit team namelijk gelukkig en dat helpt dit team ook. En jij stond aan de aftrap, misschien verrassend, want normaal speelt Callas daar, die zat wel op de bank. Wat was er aan de hand? Ja, dat moet je wel een trainer vragen. Ik hoorde bij de bespreking dat ik speelde. Dan ga je opstellen om tegen PSV te voetballen. Voor mij was het ook een verrassing, maar ja. Het zijn mooie potjes om vanaf het begin mee te mogen doen. Ja, zeker. Zeker tegen Eindhoven. Die dachten een mooie carnaval te gaan vieren. Alleen we hebben een mooie pas puntje van ons afgesnoept. We hadden liefst met 3 punten ingestaan, maar tegen PSV 2-2 spelen elke keer achter. Dan heb je het niet verkeerd gedaan, denk ik.